Maar eerst, Wim Hof, de man die extreme kou kan weerstaan. Want zo kennen we hem al jaren in Nederland. Maar nu lijkt ook heel Hollywood warm te lopen voor de Iceman. Hof, bekend als de Iceman. De man die probleemloos ijskoud water induikt, onder het ijs doorzwemt en op blote voeten sneeuw trotseert en bergen beklimt. Volgens Hof is deze gave niet aangeboren, maar heeft hij zijn lichaam zo sterk kunnen maken door ademhalings- en meditatie technieken. En dus kan iedereen zo sterk en gezond worden als hij. Inmiddels heeft de medische wetenschap zich op dit fenomeen gestort en raakt Hollywood in de ban. Sterren als Oprah Winfrey, Sasha Baron Cohen en Orlando Bloom zijn inmiddels fan. Ja, Hollywood zweert dus bij de heilzame werking van Wim Hofs therapie. En wie gebruikt het allemaal? En wat is er waar van de gezondheidsclaims? Daar ga ik over praten met medisch wetenschapper Wouter van Marken Lichtenbelt... en uiteraard Wim Hof zelf. Ja, ik begin met uh, de heer Hof zelf natuurlijk. en doorbraak in Hollywood, dat is heel groot, met grote sterren. Uh, hoe is het zo gekomen? Ja, ik werd uitgenodigd op een gegeven moment uh, door Led Hamilton. Dat is de surf, uh, the big wave surf legend van de wereld. Ja. En uh, die deed het al anderhalf jaar, die methodiek die ik dan uh, uh, gemoldeerd heb in, uh, in een in online videocursus die de hele wereld overheen gaat. En hij had het opgepikt. Die heeft mijn boeken gelezen. En ondertussen zit hij elke ochtend met uh, al die sterren van Hollywood te trainen, middels mijn methodiek. Dat op, 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 uh, doen ze maar op en met allen doen ze mee. Ja, ja, nou vanaf uh, Oprah Winfrey uh, en dan kom je Tom Hanks bij, uh, tegen, Barbara Streisand, uh, Orlando Bloom uh, ja. uh, en meerdere. Uh, ja, Borat, oh, uh, voor de eerste keer. Ik zat gewoon een uur naast in de sauna bij Orlando bloem en, 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 en ze zeiden, ja, yeah, he is blooming always. Ja. Dat betekent, die ademhalingsoefeningen doet hij dan. En dat is net als een vis op het water doet hij dan. Maar, zo dat gaat eigenlijk... verhaal, maar is, is het een soort, ja. hoe is, is het via echte, directe handige marketing voor jullie gegaan? Of echt toeval, dat eentje pikt het op en dan gaat de rest meedoen? Uh, ja, ik, ik weet niet precies hoe het is gegaan. Maar ik zat, uh, uh, binnen de kortste keren werd ik overal naartoe gebracht. Ik moest met al die sterren aan de gang. En ik ik vond dit geweldig, ja. Je hebt wel... en, en dan kun je meteen ook denken aan een film natuurlijk, en verfilming ook, en meteen recht op een film. Gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren, ja. En de, 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 niet alleen dat. de, de ITV die heeft zich al gemeld. Die gaan hier series van maken. Hoe ik mensen zo snel tot een veer, zeer groe, euh, een grote vermogen in zichzelf euh, kan brengen. Ik zou zeg bijna zeggen: als dat gebeurt, fantastisch. Uh, van harte gefeliciteerd, uiteraard daarmee. Maar dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid groot en groter wordt. Ja. Dan wil je zeker weten dat het waar is. Dus ja. hoe belangrijk is dan de rol van de wetenschap? De, 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 de rol van de wetenschap is uh, uh, meer dan belangrijk. Voor mij is meten, is weten. Ja. Ik hou van non-speculatieve resultaten. Ja. En dus wetenschap. Die zoek ik uh, absoluut op. Uh, we, er komen nu steeds meer universiteiten komen zich aandienen om onderzoeken hier uh, naartoe ja. te doen. Buiten dat zitten we uh, nu al in het de derde lerenjaar... in de boeken van de biologie- en de medicijnenstudenten in Amerika... op alle universiteiten van Amerika dus. En dat kun je allemaal tegen mij vertellen, maar ik wilde toch even checken. Daarom hebben we tegenover, uh, tegenover u gewoon een echte wetenschapper gezet, een hoogleraar. Ja. Meneer uh, Van Marke Lichtenbelt, en die namen was zo ja. lastig om te onthouden. Uh, Goedenavond. Dat ik er ook even bij heb gezet wat u bent. Professor Ecological Energetics and Health. Hoe zeg je dat op een mooie manier in het Nederlands? Ja, ecologische energetica dat betekent eigenlijk de omgeving. We ja. kijken naar omgevingsfactoren op ons energiemetabolisme. Dat is een dus stofwisseling. Ja. Dus dat is eigenlijk waar we naar kijken. En gezondheid, ja, gezondheid is gezondheid. Heeft en u heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan hè, met meneer Hoffman. Nu wil ja. precies weten wat er allemaal van waar was. Wat hebt u precies onderzocht? Ja, nou, wij kijken heel veel naar effecten van kou op ons uh, metabolisme en daar vinden wij ook echt gezondheidseffecten en dat kijken we vooral naar milde kou, de kou die we in de dagelijks leefomgeving tegenkwamen tegenkomen en uh, ja ik hoorde natuurlijk van Wim Hof dus op een zeker moment ja. hebben we ook contact gezocht. Van, nou, lijkt wat me was uw beeld extreme... als u heel eerlijk bent voordat u met Wim Hof in contact trad wat dacht u toen? Want ja, het lijkt me iemand die zoiets bereikt, die moet het ook een beetje. Ja. Als je dat niet mag, geven een beetje de pinstie van. <tus> hij is wel leuk, maar is ook een beetje een soort hofnar en een beetje, een beetje de gek op het feest, de clown, die je toch niet altijd wil zijn als je echt een serieuze missie hebt. Ja, dat is de zogenaamde Nederlandse nuchterheid die ja. zo denkt. Ik zie het eerder als behoudend conservatief. Maar, want uh, uh, dit wat ik uh, gezegd heb: het autonome zenuwstelsel kan wel beïnvloed worden. Dat is, zei ik al dertig jaar geleden. En daarin ieder, verklaarde iedereen mij voor gek. Want in de wetenschap stond immers dat kan niet. Dat kan een mens niet. En nu kan het dus wel. En dat heb ik. Toch gedaan. Waarom? Omdat ik het gewoon common sense, gewoon boerenverstand gebruiken. Ik zie gewoon dat dat gaat. En doorgegaan. Wat ik vooral zag, als een heel gedreven persoon. Maar waar het mij echt om ging. is dat wij net in die tijd. hadden we door die spelen met die kou. hadden we gezien dat mensen ook bruin vet hebben. Ja. En bruin vet is een weefsel wat normaal gesproken alleen voorkomt. Of tenminste, dat was beschreven zo. Alleen. In knaagdiertjes ja. en, en winterslapers. Het is een gezond soort vet. Uh, het creëert heel veel warmte. Dus het is echt een karreltje van het lichaam. Ja. En we hadden net in die tijd aangetoond dat ook volwassenen bruin vet hebben. Dus op zich was dat leuk natuurlijk. Dat we een nieuw weefsel als het ware bij volwassenen aantonen. En toen ik Wim Hof zag, dacht ik van, nou, die moet extreem veel bruin vet hebben. Ja. Wij zijn toen gaan meten, dus ik ging er echt heen uit interesse. En niet omdat hij uh, maar een show maakte, maar gewoon om de effecten te bestuderen. En Wim heeft het altijd omarmd dat we onderzoek doen. En wat we zagen, is dat we uh, een, in de kou, dat Wim een, een flinke warmteproductie heeft. Tot 40% meer dan zijn normale rustmetabolisme. Dus terwijl hij niet aan het rillen is, gaat het ja. flink stoken. Dus dat klopte. Maar mag ik even aanmoedigen niet in spanning. Kunt u zeggen ja. dat hij volledig gelijk heeft met zijn theorie? Nou, dat hangt er vanaf, want hij zegt heel veel dingen. En, en wat betreft die warmteproductie, heeft hij zeker gelijk. Die heeft zo'n flinke warmteproductie. Ik denk ook dat hij heel goed zijn lichaam kan isoleren, dus flink de warmte in zijn lijf kan behouden, waar dat nodig is. Maar kan hij de geest dus boven het immuunsysteem laten prevaleren? Dat zijn niet de soort termen die ik, die ik zou gebruiken. Dus nee. uh, dat, dat kan ik niet zeggen. En ik, ik, ik denk wel dat het heel interessant is om in dat immuunsysteem... de onderzoekers in Nijmegen en het Radboud Instituut hebben... Mag dat ik dat even laten zien? Want daar ja. hebben we inderdaad aardige beelden van. Ook ja. uh, een ander instituut in waar u werkt, dus, maar het Radboud Universiteit... heeft er ook onderzoek naar gedaan daar hebben we dit beeld van. Ja. Kun je zelf je immuunsysteem verbeteren? De wetenschap dacht van niet, Wim Hof claimde van wel. En dus namen onderzoekers van de Radboud Universiteit de proef op de som... Een groep gezonde jonge mannen onderging een training van de Iceman. En vervolgens werden ze geïnjecteerd met een ziekmakende bacterie. Hetzelfde gebeurde met een ongetrainde controlegroep. De Wim Hofgroep werd niet ziek, de controlegroep wel. En dus stond voor de wetenschappers onomstotelijk vast dat het wel mogelijk is om de werking van je immuunsysteem te verbeteren. Een wetenschappelijke doorbraak. Ja, we Van Marcke. Ja, nou, het is zo dat uh, deze proef heeft heel duidelijk aangetoond dat je onder acute ademhaling, dus met die hyperventilatie, ja. daarmee je hormoonsysteem kan beïnvloeden. Het is het uh, adrenaline gaat omhoog en daarmee je immuunsysteem kan beïnvloeden. Dat laat het zien. Het is helaas niet zo dat ze hebben laten zien dat die training zelf dat effect heeft, want ze hebben alleen tijdens die acute Ademhalingstest, de metingen gedaan. Ik leef, dus ik samen, u, u geeft hem gelijk, maar uh, met de nodige nuances nog Er moet nieuw... meer onderzoek naar gedaan worden. Ja, wat het nieuwe is, is dat je dus door bewust ademhalingsoefeningen te doen, je immuunsysteem kan beïnvloeden. Dat is nieuw. Dat die adrenaline dat doet, dat wisten we al. Maar er is dus iets toegevoegd. Ik, ik zou sterk aanraden bij het Radboud, om nu onderzoek te doen met één proef, uh, met één groep. Training van Wim Hof, andere groep niet. En dan onder identieke omstandigheden nog eens te kijken naar het immuunsysteem. Want die proef is net niet uitgevoerd. Want dan dus zou dus uitkomen... Er is een traditioneel dan... effect. Ik bedoel, er is duidelijk een, een effect van die acute uh, ademhaling. Maar ik denk dat er nog een vervolgexperiment experiment nodig is. Het zou buitengewoon interessant zijn. Ja, dat betekent dat Wim Hof mag dit allemaal roepen, maar hij moet nog niet te veel praatjes krijgen. Uh, nou, ik denk dat je, dat je moet blijven bij wat echt. Voor, voor <laughs> mij als wetenschapper, bij wat werkelijk. Bewezen is. En dan, is, dan moet er nog een stap. Maar de wetenschap, meneer is genuanceerd, uiteraard, maar hij geeft toch al toe. Hè? Ik bedoel, dit is heel veel meer dan een tijd geleden. Wetenschap kan natuurlijk niet heel snel gaan, gedegen onderzoek, maar dit zijn er wel eens een paar stappen vooruit. Ben je hier blij mee, of is dit om maar een begin? Dit is het begin. Het is het, het, het tipje van de ijsberg. Ja, dat hebben we hebben ook dus laten zien, en dat zijn niet uh, mijn woorden alleen, uh, dat we midden in het DNA zitten. Dat we dus het autonome zenuwstelsel als eerste groep in de wereld sinds de wetenschappelijke optekeningen, en dat zijn honderden jaren wetenschap... die er overheen zijn gegaan... altijd beweert... het autonome zenuwstelsel kan niet beïnvloed worden... en laat staan dat in relatie tot het immuunsysteem... en nu dus wel. Maar wat kunnen we er uiteindelijk mee? Want dat willen mensen natuurlijk graag weten. Hè? Want stel, je bent ziek, kun je genezen? Noem maar op. Op wat voor gebieden kun je het inzetten? Je kan dus nu veel meer. En eh, eh, voordat ik daarover ga speculeren... of filosoferen... want dat zou het zijn als je nog geen... Wetenschap wetenschappelijk bewijs zou hebben, ja. eh, wacht ik op nieuwe onderzoeken. Maar dat gaat vrij langzaam. Terwijl we zo'n veelbelovende doorbraak hebben eh, binnen de wetenschap... aantonende dat een mens in een paar dagen capabel is... om veel dieper in zijn fysiologie terecht te komen. Daarmee verandert de scope, de, het kader, eh, onze visie ten aanzien van ziekte. En dat ze dat niet oppakken, ik snap er helemaal niets van. Nou, ik vraag het aan meneer Markenlicht, U zit hier toch? Uh, waarom pakken jullie dat Nou, op? ik denk dat het Radboud uh, Universiteit heeft het opgepakt. Wij hebben onderzoek gedaan naar het energiemetabolisme. We zagen die verhoging, <laughs> maar we zagen niet zo heel veel uh, bruin vet. <coughs> niet zoveel als... Hij zit al even te hoesten hadden. nu, hè? Ja, nou... Ja, dat kan ook gewoon, dat hoort erbij. Ik ben een mens. Dat ja, is toch wel. Dat is... Maar, ja. euh, maar wat ik ook wou zeggen, ik, wij doen wel degelijk nog meer onderzoek naar, het, uh, naar de omgeving, naar het ja. klimaat en naar de kou. Dus, maar wij proberen de toepassing te vinden in de meer dagelijkse leefomgeving. Dus kunnen we weer met temperatuurvariaties. Ja, is echt interessant. Dus wat Wim Hof zegt, denk ik, dat je bepaalde gezondheidsclaims. Ja, nou, maar die zien wij ook. Dus dan ik ook zeggen, als je dus met een milde kou zien wij ook nu dat je wel degelijk dat metabolisme verhoogt. En we laten nu ook zien dat de glucosemetabolisme verhoogt. Dus ik denk een vervolgonderzoek ja. met effecten op het, uh, op het suikerhuishouding, heel belangrijk voor type 2 diabetes, dat dat heel interessant is. Ja, en heel wij interessant, zien dat bij maar milde zou u dat kou... even maar. Ik bedoel, het ja. is echt speculatief, want het is nog niet zover. Maar waar zou dat in het mooiste geval op af kunnen lopen? Op uit kunnen lopen? Ik weet niet helemaal wat u. Want we hebben dus al aangetoond dat het effecten heeft op dat metabolisme van die milde kou. De, deze trainingstechniek, met die gecombineerd, die drie verschillende zaken: meditatie, kou en uh, uh, ademhaling. Die drie zijn nog niet als zodanig uh, echt uitputtend onderzocht. Dus het zou nog verder uh, uitgezocht moeten worden, denk ik. Ja, in Amerika omarmen ze dus wel al die, die grootheden. Niet alleen omdat ze het wel leuk vinden. Wat is het meest gehoord? Wat vinden ze de belangrijkste reden om, om via die ademhalingstechnieken dit, uh, de, de, deze gok bijna te nemen? Door in het koude water nou, te gaan zitten. In de universiteitsboeken, die wij, uh, die waaraan een heel hoofdstuk, De Iceman heet de titel, ja. van dat hoofdstuk 20 bladzijden over de hormoonhuishouding. De beïnvloeding van de hormoonhuishouding en het immuunsysteem laten zij, eh, 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 zeggen zij eh, dat eh, dit waarschijnlijk heel eh, een nieuwe deur eh, opent naar mogelijke beïnvloeding van bijvoorbeeld HIV. En, en mutatieve eh, organismen, die eh, virussen die in het lichaam komen, omdat wij heel snel een reactie veroorzaken in dat lichaam. En dat heeft aangetoond dat het niet-specifieke en het specifieke immuunsysteem, oftewel. Je doet er normaal twee weken over om van je zware griep te genezen. Omdat er dan een ja. specifiek hormoontje wordt ja. eh, eh, ontwikkeld vanuit de beenmerg. Dat gaat naar de, eh, eh, naar de indringen. En, en, en nu is het zo dat wij dat in een kwartier hebben aangetoond. Nou, moet kijken. dat is een ja. enorme stap. De volgende stap moet nog gezet worden. Misschien wel in internationaal onderzoek. Ik dank beide heren hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. En straks, wat als deze tafel waar ik nu zit zou kunnen veranderen in een bank? Of deze studio in een. Sauna, Bennymaas zegt dat het echt kan tot zomerden.